Het journaal Laat met Xavier Taverne. Hele goeie avond. Alle ogen in de wedstraat zijn deze week gericht op koning Filip. Hij moet nadenken over een volgende zet om uit de politieke impasse te geraken. Daarvoor raadpleegt hij de partijvoorzitters. Morgen ontvangt hij onder meer SPA-voorzitter Conne Rousseau. Vandaag kwamen de leiders van CDH en Groen langs, maar ook de voorzitter van N-VA, Bart De Wever. Hij roept de andere Vlaamse partijen, en dan vooral CD&V en Open VLD, op om een Vlaams front te vormen en om niet te plooien voor de eisen van de Franstalige socialisten. Die gooiden voor het weekend de deur definitief dicht voor een regering met N-VA. Een Vlaams nee zou een heel mooi begin zijn. Dat de partij die men nu onder druk zet, dat is de VLD die eigenlijk al geplooid is in december en verder blijft plooien. En de CD&V, dat die de rug zouden richten en dat die zouden zeggen nee, we spelen dit spel niet mee. Wij gaan Vlaanderen niet meer minderheid besturen. Wij gaan geen linkse regering maken. Wij willen de echte problemen hier onder ogen zien. En dat er serieuze omvormingen komen, ook institutioneel. Want zo kan het gewoon niet verder. Dit land is bijna permanent in crisis. En de PS voelt zich in elk geval niet aangesproken. Voorzitter Paul Magnet zegt dat hij liever bruggen wil bouwen in plaats van front te maken. Ook CD&V en Open VLD houden niet van het woord front. Ze noemen het oorlogstaal. CD&V blijft wel hameren op een nieuwe regering met een meerderheid aan Nederlandstalige kant. En dat kan alleen met N-VA. CD&V was woest afgelopen weekend op de PS, omdat die met een nee tegen N-VA de koninklijke opdracht van Koen Geens zou doen mislukken hebben. Maar om nu te spreken van Vlaamse frontvorming gaat CD&V ook te ver. En toch. Een Vlaamse meerderheid en die volwaardige federale regering, en daar blijven we bij. En daar heb je dus N-VA voor nodig. U laat dan N-VA niet los? Wel, het gaat niet over loslaten van deze of gene partij. Het gaat over een stabiele regering met een meerderheid in de taalgroepen, omdat de uitdagingen groot zijn. Front vormen, ja, dat lijkt wel oorlogstaal. Wat we nodig hebben in ons land is samenwerking. Wij doen dat voor een beter België met onze alliantie samen met de NR. PS-voorzitter Magnet is niet onder de indruk van de oproep van De Wever. Degenen die front vormen, zullen de dingen nog moeilijker maken. Wij willen België verdedigen, we willen bruggen bouwen. We denken dat België echt een waarde heeft en wij willen een positief project voor dit land. Maar daar is zelfs op dag 267 na de verkiezingen in de verste verte geen sprake van. Op maar liefst 38 plaatsen wordt er dit jaar gewerkt aan onze Vlaamse snelwegen. Alles samen zal er bijna 82 kilometer wegdek vernieuwd worden. Op verschillende plaatsen komen er ook geluidsschermen bij. Het agentschap Wegen en Verkeer probeert de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken, al zal dat niet overal mogelijk zijn. We proberen de werven te concentreren. Er zijn er een aantal die tijdens de paasvakantie lopen. Er zijn er een aantal die echt in de zomermaanden lopen. We hebben één werf die 2 weken heel fel geconcentreerd is in augustus, in het midden van het bouwverlof. Maar voor sommige werven hebben we nu eenmaal langer nodig dan een vakantieperiode. Dus zal er ook voor de gewone pendelaar het woon-werkverkeer echt wel hinder veroorzaakt worden. En wie graag wil weten of er op zijn of haar weg naar het werk of naar huis gewerkt zal worden, kan dat nakijken op onze website vrtnieuws.be. Alle plaatsen zijn er opgelijst per provincie. Het euthanasieproces in Gent van een paar weken geleden krijgt nog een staartje. De 3 artsen die betrokken waren bij de euthanasie van Tine Nijs werden toen vrijgesproken door het Hof van Assise voor gifmoord. Maar de familie van Tine Nijs tekent nu beroep aan bij het Hof van Cassatie tegen die uitspraak. De familie noemt de uitspraak onwettig. Dat betekent niet dat de artsen toch nog naar de cel zullen moeten. Het Hof van Cassatie gaat enkel kijken of er fouten gemaakt zijn tijdens het euthanasieproces. En als dat zo is, komt er een nieuw proces. De vraag over schuld of onschuld ligt dan opnieuw voor, maar het zijn rechters die daarover zullen beslissen en geen volksjury. De uitspraak van het Hof van Cassatie kan een paar maanden op zich laten wachten. Storm Dennis dan, die gisteren over het land is getrokken, heeft hier en daar voor schade gezorgd. Het nummer 1722 voor niet dringende brandweerinterventies kreeg bijna 16.000 oproepen binnen de voorbije dag. De meeste kwamen uit de provincie Antwerpen en gingen over omvergewaaide bomen en schade aan daken. En de ellende is nog niet voorbij, want ook komend weekend kan het stevig waaien. Maar een storm wordt het niet, zegt Sabine Hagedoorn.
We verwachten tegen het weekend dat er een kleine depressie richting Noord-Nederland gaat trekken en Denemarken. Daar gaat het zeer hard waaien. Bij ons verwachten we dat het vrij krachtig gaat waaien tegen zaterdag. Zondag een krachtige wind, windkracht 6. Om storm te hebben, hebben we windkracht 9 nodig. De kogel is door de kerk bij de VRT. Peter Klaas, de directeur media en productie, verlaat in onderling overleg de openbare omroep. Klaas stond al op non-actief na een conflict met de andere directieleden bij de VRT. En nu verlaat hij dus na 17 jaar de openbare omroep. Door hetzelfde conflict werd eerder al CEO Paul Lembrechts ontslagen door de Vlaamse regering. In Frankrijk is het parlement begonnen aan een debat over de veelbesproken en omstreden pensioenhervorming. De pensioenleeftijd blijft op 62 liggen in de nieuwe plannen, maar wie langer werkt, zal meer pensioen kunnen krijgen. Er komt ook een puntensysteem. De oppositie is tegen het voorstel en heeft maar liefst 40.000 wijzigingen doorgevoerd. Het debat in het parlement kan 2 weken duren. In het oosten van Afrika dreigt een enorme voedselcrisis en dat heeft alles te maken met de sprinkhanenplaag die er woedt. Reusachtige zwermen sprinkhanen eten deze dagen landbouwgewassen op in Ethiopië, Somalië, Kenia, Oeganda en Tanzania. En de plaag dreigt uit te breiden naar Zuid-Soedan en Soedan. En dan zijn de gevolgen mogelijk niet te overzien. On a vu un nuage qui faisait 40 km sur 60 km, 2400 km², ce qui consomme en matière verte environ autant que 80 millions de personnes par jour. Donc c'est énorme. Alors pourquoi c'est très préoccupant? Parce qu'en fait, on est dans une zone où les niveaux d'insécurité alimentaire sont déjà très élevés. 13 miljoen mensen in de hoorn van Afrika hebben nu al voedselhulp nodig om te overleven. De gewassen die ze hebben, worden dan nog opgegeten door de sprinkhanen. Ils doivent couper le nombre de repas, la qualité des repas. Ils doivent retirer les enfants de l'école. Ils ne peuvent plus couvrir les frais de santé. Si on n'intervient pas très vite, il va y avoir une dégradation ultérieure de cette situation. L'opportunité, c'est qu'on est entre 2 saisons agricoles. Een goede periode dus, maar niet lang, om de sprinkhanen massaal te bestrijden met pesticiden. Want in 3 maanden tijd vertwintigvoudigen ze zichzelf. De plaag dreigt uit te breiden naar andere landen. Si on ne parvient pas à contrôler maintenant, on risque de se diriger vers une situation de plague, comme on a vu à plusieurs reprises par le passé, notamment quand la FAO a été créée en 1945. Ça a mis 14 ans pour contrôler une plague qui était en train de se développer. De VN zoekt 70 miljoen euro. Ze hebben nog maar 1/3 van dat bedrag verzameld. Op een cruiseschip voor de kust van Japan, dat al 2 weken stil ligt omdat COVID-19, het coronavirus, daar is uitgebroken, zijn meer dan 300 Amerikanen van boord gehaald. Daarvan zijn er 14 besmet met het virus. Maar dat betekent nog niet dat ze ook echt ziek zijn en daarom mochten ze het schip verlaten. Ze werden in het vliegtuig wel in isolatie gezet. Samen met de andere Amerikanen moeten ze nog 2 weken in quarantaine blijven op militaire basissen in Texas en in Californië. De Amerikaanse president Donald Trump heeft gisteren op het autocircuit van Daytona Beach in Florida een rondje gereden met The Beast. Dat is de officiële en zwaar beveiligde limousine van de president. Trump deed dat ter gelegenheid van de Daytona 500 race. Op dit ogenblik voert Trump campagne voor zijn herverkiezing. En in Libië wordt de 9e verjaardag van de revolutie gevierd. Duizenden mensen zijn daarvoor op straat gekomen in de hoofdstad Tripoli. In 2011 werd dictator Muammar Gaddafi van de macht verdreven door een opstand en een militair ingrijpen van Frankrijk en Groot-Brittannië. Sindsdien is het land wel vervallen in chaos en een burgeroorlog. En dit is nu al een van de sportmomenten van het jaar, de comeback van Kim Kleisters. Ze kon bij haar rentree dan wel niet winnen, ze maakte toch een sterke indruk. Kleisters verloor in 2 sets van het nummer 16 van de wereld, de Spaanse Garbiñe Muguruza. 6-2 en 7-6. In haar eerste profwedstrijd sinds augustus 2012 moet de 36-jarige Kleisters haar eerste opslagspel inleveren tegen de 10 jaar jongere Muguruza. De Spaanse, net als Kleisters voormalig nummer 1 van de wereld, gaat bij 4-2 opnieuw door de service van de Limburgse. Kleisters krijgt vervolgens 3 breakkansen, maar de sterk serverende Muguruza haalt de eerste set binnen met 6-2.
Ook in set 2 kent het spel van Kleisters, die uiteraard een gebrek aan matchritme heeft, hoogtes en laagtes. Muguruza, tweevoudig Grand Slam winnares en begin deze maand verliezend finalist op de Australian Open, snoept Kleisters tot 2 maal toe haar opslagspel af. 3-0. De viervoudige Grand Slam winnares helpt de Spaanse wat door in totaal 10 dubbele fouten te slaan. Maar met haar eerste breakpunt komt ze wel terug tot 3-2. Kleisters geeft blijk van vechtlust en hamert zich naar een 4-5 voorsprong. Bij vlagen toont ze haar beste tennis. Oh, she's got it. In een evenwichtige tiebreak trekt Muguruza uiteindelijk met 8-6 aan het langste eind. Ja, mooi. En achteraf leek Kim Kleisters tevreden over haar eerste officiële wedstrijd in bijna 8 jaar. Ze was vooral blij met haar niveau in de tweede set, waarin ze bij momenten opnieuw kon aanknopen met haar niveau van vroeger. Ja, zeker na die tweede set heb ik zoiets van ik wil wedstrijden spelen. Ik wil zo rap mogelijk in een situatie komen dat ik mijn niveau, gelijk die tweede set, kan van begin tot einde kan eigenlijk uitvoeren. Dus er zijn zeker nog werkpunten en... een paar dagen, denk ik, morgen rusten, woensdag terug naar huis en dan zullen we zien. Terug beginnen trainen en werken aan dingen die daar beter moeten. En van de ene topper naar de andere, want Emma Meeseman speelt ook volgend seizoen bij Washington in de Amerikaanse basketbalcompetitie. Omdat Meeseman met de Belgische ploeg in augustus naar de Olympische Spelen gaat, was het nog onduidelijk of ze opnieuw voor een Amerikaans avontuur zou kiezen. Meeseman speelde vorig seizoen een sleutelrol in Amerika. Ze werd kampioen met Washington en werd bovendien uitgeroepen tot beste speelster van de finale. De Amerikaanse competitie begint in mei en wordt daarna een maand onderbroken voor de Olympische Spelen. En dus kan het toch. Meeseman is een van de beste speelsters ter wereld. En met de Belgische band Balthazar zijn we in het Koninklijk Circus van Brussel aanbeland. Het is een van de 3 concerten die de band daar deze week speelt. Op minder dan een dag waren alle kaarten uitverkocht. Eerder stond Balthazar al in de Lotto Arena en op de wei van Werchter. Maar nu zijn ze bezig aan een clubtournee langs intiemere zalen. Met het aanstekelijke Wrong Vibration brengt Balthazar meteen sfeer in het Brusselse Koninklijk Circus. Na optredens op festivals of in de Lotto Arena kiest de band nu voor intiemere, kleinere zalen. Ik denk dat we anders kunnen spelen in zo'n zaal. Ja, misschien iets toffer. Je kunt kleiner gaan of zo, als je dat wilt. In een arena moet je een bepaald volume blijven, anders... Arena is meer showbiz, dat is meer muziek of zo. En I remember how I came for you. De melodieuze melancholie van Balthazar slaat ook aan bij een Franstalig publiek, dankzij de generiek van de RTBF-reeks La Trêve. We hebben eigenlijk ook veel te danken aan La Trêve, vooral in het eerste seizoen. Heeft wel veel gedaan voor onze naam in Wallonië. En daarna ook zelf in Frankrijk. Zo, het was een hele veel mensen bereikt dat anders misschien niet aan bereikt. De Brusselse concerten zijn helemaal uitverkocht. Wie Balthazar de komende weken nog wil zien, moet naar Nederland, Polen of Duitsland. Maar zeker wel dat tripje waard, als je het mij vraagt. Morgen wordt het wisselvallig. Het kan nog altijd flink waaien met rukwinden tot 60 km per uur en maxima tot 9 graden. En morgen buigt een volksjury zich in Amerika over de schuld of onschuld van filmproducer Harvey Weinstein. Hij wordt door tientallen vrouwen beschuldigd van aanranding en verkrachting.
En nog morgen worden de Ultima's uitgereikt. Dat zijn de Vlaamse cultuurprijzen. Luc Tuymans krijgt de Ultima voor algemene culturele verdiensten. De andere 11 winnaars, die komt u morgen te weten. En deze priesters dwingen nog snel wat geluk af bij hun baas voor ze aan het jaarlijkse wereldkampioenschap skiën voor priesters in Polen beginnen. Op de latte en met hun soutane het priesterkleed aan. De wedstrijd is vernoemd naar de Poolse paus Johannes Paulus II, die in 2005 overleed en zelf een fervent skier was. Ga en slaap in vrede. Met de VRT Nieuws-app heb je altijd betrouwbaar nieuws op zak. Download nu gratis onze app.